Politiekorpsen van 10 Europese landen hebben een grote mensensmokkelbende opgerold. 75 bendeleden zijn opgepakt, waaronder 3 in Nederland. De groep opereerde vanuit Irak en bracht Irakese Koerden zonder officiële papieren naar Europa. Het onderzoek begon 2 jaar geleden in Frankrijk en groeide uit tot een Europees onderzoek met de codenaam Operatie Baghdad.